punten die binnen LED ook benoemd zijn, ook tot speerpunten van Zuid gemaakt. Dat is eigenlijk een natuurlijk proces geweest over en weer. En dan betreft het innovatieve zorg en technologie. Het betreft de chemie- en materialenkant en ook de energiekant. Doordat je voor die thema's kiest, kies je ook iets wat heel erg goed aansluit bij de belevingswereld van de jonge mensen tegenwoordig. De jonge mensen kunnen heel slecht kiezen in het woud van de opleidingen, maar kunnen wel naar de maatschappelijke vraagstukken kijken. Dus als je een bijdrage wil leveren in de verzorging, in de zorg, kun je dat ook vanuit een technisch perspectief doen. En dat maakt het verhaal sterker en ze kijken dus ook naar hun zingeving. En dat leidt ook tot het begrip zoals wij het hebben gedoopt, de nieuwe ingenieur. En die nieuwe ingenieur is een ingenieur die vanuit zijn vakmanschap, want daar draait het wel om, in de brede context van de thema's die wij gekozen hebben, ook goed kan functioneren. Een heel concreet voorbeeld is een klink die we ontworpen hebben uitgaande van biomaterialen. Die wordt toegepast in een woning die materiaalneutraal moet zijn en die geprint wordt hier met deze printer. Dat betekent dus dat een discipline chemie hierbij betrokken is, werktuigbouwkunde erbij betrokken is en mensen die in de omgeving bouwen. Het tweede voorbeeld is een bed dat nu studenten ontwerpen op een vraag uit de markt. En de opdracht is om een bed te ontwerpen dat zo diep kan zakken dat patiënten er niet kunnen uitvallen. Om die thema's ook goed vorm te kunnen geven, willen wij met echte opdrachten uit de praktijk werken. Dat betekent dat wij het contact met het bedrijfsleven nog sterker willen maken. En de meest voor de hand liggende stap die we daarin nu willen zetten, is om onze alumni erbij te betrekken. Dat alumni-netwerk, dat willen wij dan ook inzetten om ook duidelijk zichtbaar te maken dat wij er voor de omgeving willen zijn. En voor de studenten de goede opdrachten binnenkrijgen. Ja, als we vanuit gaan dat de regio is gekozen voor zwaartepunten en wij ons ook toeleggen op die zwaartepunten, dan levert het op dat wij mensen opleiden die in de regio een breidraai kunnen leveren om die zwaartepunten verder te brengen en daar de innovatie te realiseren.